Hallo en welkom bij de tweede aflevering van Fotografietips met Frederik. Ik ben een professioneel fotograaf, al 12 jaar, en ik ga jullie vandaag de sluitertijd uitleggen. Vorige week hadden we het over het diafragma, dat filmpje kan je hier bekijken. Vandaag hebben we het dus over sluitertijd. De sluitertijd bepaalt eigenlijk hoeveel beweging er in je foto zit. Met andere woorden, wil je iets fotograferen wat snel beweegt, dan heb je een snelle sluitertijd nodig om die beweging als het ware te bevriezen in de foto. Wil je net de beweging accentueren, dan kan de sluitertijd wat langer zijn, zodanig dat het voorwerp dat in beweging is een waas heeft, een onscherpte heeft in het beeld, zodanig dat dit net de snelheid accentueert. De keuze is dus aan jullie. Ik heb niet zoveel met sluitertijd te maken. Door mijn reportagefotografie wil ik gewoon dat ik geen onscherpte heb in mijn foto's. Ik ga mij verduidelijken. Als ik mensen fotografeer die een klein beetje in beweging zijn, op een receptie, op een evenement, zoals ik hier nu zit gebaren te maken, dan wil ik niet dat die daar onscherp op staan. Ik moet wel degelijk een scherp gezicht hebben. Dus dan zorg ik altijd dat mijn sluitertijd ongeveer rond een honderdste van een seconde is. Tegenwoordig kan dat ook trager zijn, want er zijn al heel wat lenzen die beeldstabilisatie hebben, ook fototoestellen die beeldstabilisatie hebben op de sensor. Om het nog even kort samen te vatten, heb ik hier een diagram geplaatst die uitlegt wat de sluitertijd juist inhoudt. Is je sluitertijd langer, dan zal alles wat in beweging is niet scherp zijn. Is je sluitertijd zeer kort, dan zal ook de dingen die in beweging zijn, zullen scherp zijn, omdat ze als het ware worden bevroren door de korte sluitertijd. Voilà, dat was het voor deze week. Blij dat je teruggekeken hebt. Ik ga nog wat koffie drinken. En volgende week hebben we het over de ISO. Kijk maar, tot volgende week.